woonhuis. De kokospalmen zijn verdwenen. Bij het vervallen woonhuis van de plantage gaat u rechtsaf. Hier? Dus eerst. Bij het pad. Naar circa 75 meter zijn. Dat zijn stenen stapelmuurtjes. U loopt daar ooit dwars in. Hier veel routeaanwijzingen. Ik ga hem even in mijn hand houden. Dit is de oude oven. Dat stort natuurlijk met de dag ook steeds meer in, dan al die handel. Maar dus als je die gevel hier ziet, dat kan ook zo proef. Meter
circa 150 meter. Nee, dan moeten we hier het pad schuin rechtsaf nemen. Dit is veel inderdaad een rooi. Stenen. Het wordt een meer aangelegd pad, maar het kan zijn, zeggen ze hier, dat er bomen over het pad liggen, maar je moet het pad wel blijven volgen. Zeg je zoiets? Ai, ai, ai. Ja? Hou ik niet van. Ja? Ja. Het pad brengt u bovenop de heuvel bij twee vervallen witte lenen huisjes. Van een voormalige aloëplantage. Oké, dan gaan we daar wel weer kijken. Dat moet op een gegeven moment toch allemaal erg netjes aangelegd zijn geweest. Met hier een waterloop. Oh kijk, dat bewoog. Wat? Wat hier midden op pad zit. Ah, hermietkreeft. Soldaatje. Hadden we een heleboel meegenomen naar Curaçao vanuit Bonaire. In het vliegtuig. Ja, met name die Gunther. Ja, emmer vol. Kijk, ze hebben het hier wel allemaal ook netjes gesnoeid.
wel goed nu. Nou ja. Nou, de huisjes zie ik nog niet. Bankje. Makkelijker, hè? Daar is het in Ronald
dan zo'n keuken maken, hè? Ja. En dit kennelijk is, ik weet niet, dat je zou... Ja, denk het. Mensen wel het dak gerepareerd. Iemand gewoond, joh, met een bakkie. Dat is gewoon een kweekbak. Ja. Hoe heet het, dat stukwerk? Dat werd dus met, hoe heet het, ingesmeerd? Aloe. Aloe gel. Ging over dit ding heen om tegen de regen te beschermen. Ja. Maar ook, het was ook koeien, hoe heet het, koeienstront. Nou, dit geeft weer de kleur en beschermt tegen de koeienstront zit eronder. Dat zit in die mest. Ja. Ja, je moest terug naar Rooie Prins. Staat er. Ik kan wel even kijken, want het is bijna aan het eind hier. Dus wel nog een stuk lopen. Plantage Prins, we zijn naar boven. Kijk, en dan terug naar de Rooi en dan zo. Dus niet bij het bankje, want ik denk, dit is gokken, ik denk dat we in die punt staan hier nu. Shit, man. Het wordt ook flauw van ook. Kijk, want we zijn hier naar boven gelopen. Ik denk het ook. En dan lopen, moeten we dat hele eind teruglopen. En dan kun je hier naar boven. Dan loop je dus beneden langs. Zeg maar, mijn lijf zich wat heeft aangepast. Ja, mijn hart klopt niet meer zo. Mijn longen voelen niet meer zo poef. Nee, maar ik heb nu, ik had net bijna in dit beetje moeten overgeven. Zo? Ja. Dat zat gewoon een brok van het eten gewoon nog.
overeind. Ja. Die hebben een hoop ingestort. Bank denk ik bij de huisje, dat zou dit eruit moeten zien. Ja, dat is moeilijk te zeggen met zo'n foto, vind ik. Maar het is wel de weg terug. U blijft dit pad door Rooi Prins gedurende 3 kilometer volgen. Het pad eindigt op een verharde weg met 2 banen van beton. Ja, dat zal het zijn, douche. Kan niet moeilijker wezen. Ik moet zeggen dat de beschrijvingen toch wel duidelijk zijn. Dit is echt door. Hier moet je niet willen lopen na een hele hoop regenval, want dan stroomt er water. Echt een rooi. Wat nu weer, dom ding. Ik denk dat is, het ding van de stroom, om de stupid, van some stupid reason. La 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 la, kijk. Is het nestje of whatever? Ja, nestje. Dat snap ik niet waarom die zijn voeding niet goed wil doen. Herkennen.
bij Noordkust. Een beetje. Ja. Nou, dat wil niet. Wil dat hier in dan. Letten hier. 10:05. Huh? Ah ja, we eindigden we verharden bij de twee banen van beton. Ik was gewoon kwijt, joh. Op de weg met betonspoor gaat u rechtsaf. Thank you.
heb wel even... Hallo. Ja? Ja, niet ja. Ik kan het gewoon niet echt zien. Dit is makkelijker dan... Overheen? Beter eroverheen, ja. Idee, joh, dat hier dus het water bulderend vanaf kan komen. Introductie, dat rondrijden. Ja, de tweede dag hebben we ook rondgereden. Ja. De derde dag konden we niks. Ofwel, nee, de derde dag hebben we inkopen gedaan. Ja, maar vandaag is de vijfde dag. Oh ja, oef. Gisteren hebben we inkopen gedaan. Zijn we in de stad geweest. Ja. Maar toen weten.
hoop dat het echt gewoon bloedheet is, joh, ja. Die stenen. Kijk, hier ligt de waarschuwing. Geitenkop. Cabes, cabriet. Blop. Wat is dat te bloppen? Oh, ze laat je ook naar de top van Cerro Yamanota lopen, vandaar dat het 3 uur duurt. Oh ja. Hoe laat is het al dan? 6:30. Ja. Wij halen dat niet in die 3 uur. Nee. Daar hebben we niet eens gezeten. Maar dat betekent dat die mensen die dat hebben uitgezet, behoorlijk hebben doorgelopen. Ja, dat is één, maar wij hebben ook bijna 1 kilometer. We hebben zeker 500 meter meer gelopen ook. Ja. Ik heb misschien niet goed gelezen dat het optional is, want het staat niet ingetekend. Nou, kijk, snelweg hier. Brede weg. Thank you.
ook heel wat steviger door nu, hè? Heb ik de indruk. Ja. Ik vind dat best mooi hoor, er komen nog meer mensen. Huh? Er komen nog meer mensen. Daar gaat ie. Want daar gaat ie. Zo, a lot more people coming up. Hier hebben we nog een end te gaan dan. Jo, een hele tour. Want daar gaat ie. Hi. 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 Hello. Wel een mooie route zo door zo'n bedding. Ja. En cactussen die groeien ook overal. Sorry. Wat zei je? Ja, die cactussen die groeien ook overal tussen. Ja, joh. Dat is dus niet iets waar je gewoon even langs moet lopen. Een beetje weerhaakachtige stekels ook nog. Thank you.
stekeltjes zou douchen. Ja. Je kunt er daar niet af. Wel. Kleine klok. Zo te zien had die club helemaal geen drinken bij zich, hè? Ja. Ik wil niet zeggen dat je dat niet uithoudt, maar wijs lijkt me anders. Thank you.
grijpen. Bijna, bijna. Yep. Deze splitsing komen, gaat u rechtsaf de weg linksaf naar boven, gaat naar de top van Cerro Yamanote. Er staan tussen haakjes, maar we halen we makkelijk. We zijn nu ingelopen. Moeie benen. Ja. Elk stap wat jij doet, moet ik er 2 of 3 doen. Brand je ook meer energie? Daarom word ik
niet bij. Zomaar snel hoor. Ding dong.